De Black Civilization Day, oftewel Blakke Mandee, wordt vanwege organisatorische redenen verschoven. De Blakke Mandee wordt normaliter op de eerste zondag van het jaar gevierd, maar Suriname zal het op de derde zondag herdenken, de Atjoni. Dit zegt Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Ranamang. Volgens hem zou de viering plaatsvinden te Pikinslee, maar de bewoners al daar hebben het moeilijk gemaakt voor de organisatie die dit al jaren doet vanuit fondsen, zegt Wijngaarden teleurgesteld. We zijn 2 maanden bezig geweest en het ging lekker goed bij de eerste bespreking, 4 dagen lang in het bos. Maar bij de tweede bespreking, toen schrokken we van een begroting. Die zo astronomisch was, dat zei dat kan absoluut niet. En toen moesten we zoeken naar een andere locatie. En daarom konden we de eerste zondag, waar we schuldig maken dat we de eerste zondag niet kunnen herdenken of vieren die dag. Want het is vieren, is je beschaving is iets dat Gods gegeven is, maar schelt wel eens erop. De staat vroeger en de kerken, maar je beschaving, je cultuur is Gods gegeven, zeg ik altijd. En dat zegt de Verenigde Natie, dat moet je hoog houden. En je moet beginnen met het jaar met je beschaving. En daarom zeggen ze de eerste zondag van het jaar, besef dat je van African roots bent en dat je een bepaalde beschaving hebt, je dans, je eten, je muziek, je kleding. Al die dingen worden op zo'n dag getoond en men zegt liefst nog op het achterland. Wijngaarden zegt verder dat het thema hetzelfde is als het vorig jaar en wel pardon en heling. Het doel van dit thema is er iets jaren geleden onderzocht onder de doelgroep om ervoor te zorgen dat er liefde en begrip bestaat onder de nazaten. Het thema willen we houden van het vorig jaar, ja, 2018 hadden we het thema pardon en heling. En dat thema is van eminent belang. We zijn een jaar bezig met dat project. Maar we vinden dat we het thema moeten behouden. Want het is zo van eminent belang, zo structureel en zo fundamenteel voor de doelgroep. Het thema van pardon en heling, dat wil zeggen, we houden niet van elkaar. De geschiedenis heeft ons geleerd van 1700 vanaf 16 tot 1700, tot 1772. En we hebben gemerkt in 1863 bij afschaffing van de slavernij, dat er zoveel dingen gebeurd zijn, daar waar we aangezet zijn om elkaar te haten, elkaar niet lief te hebben. En daarvan moeten we bewust zijn als we de geschiedenis goed bestuderen en bij die consultatieronde, de boodschap die we brengen, is de geschiedenis brengen, onze geschiedenis brengen voor de doelgroep, dat ze beseffen van, we moeten wat aan doen. Want je krijgt geen vooruitgang als je niet van elkaar houdt. Aldus Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Ranamang. Hij sprak vanmorgen over de verschuiving van de viering van Blakke Mandee. De viering wordt elk jaar op de eerste zondag van een nieuw jaar gehouden, maar is verschoven naar de derde zondag.